schoonmaken. Ja, ik denk dat het lastig gaat. Het is namelijk verf. Ja, het liefst had ik dat kind bij de nekvel gepakt en zo de school uitgesodemieterd. Ik bedoel, je mag straks in de pauze de hele tijd tekeningen maken en je schrift volkoken, maar nu moet je echt even meedoen. Ik kan best begrijpen dat het begin van het schooljaar extra moeilijk is voor iemand die is blijven zitten. Waarom schrijf jij nou niks op dan? Ik heb geen agenda. Ja, hoezo niet? Gewoon niet gekocht. Dan schrijf je maar ergens anders op. Desnoods schrijf je het op je voorhoofd, kan mij het schelen. Maar het kan niet zo zijn dat je, omdat je geen agenda hebt, geen huiswerk hoeft te maken. Soraya, ik ben natuurlijk onwijs blij dat je deze klas met je gezelschap komt verblijden. Hè? Dat begrijp je. Maar die skates, dat kan gewoon echt niet. Ja, maar ik ben op deze skates naar school gekomen. Ja, hoe jij naar school komt moet je zelf weten. Al kom je kruipend. Maar je moet ze wel gewoon bij de ingang uitdoen. Je komt gewoon niet met je fiets naar binnen. Mag ik jouw schrift even hebben, Soraya? Dan kan ik het vast nakijken. Ja, thank you. Wat is dit nou? Een schrift. Dit is gewoon je schrift van vorig jaar. Ja, want ik ga het echt niet nog een keer doen. Dat heb ik al verteld. Dat is de hele bedoeling, dat je het nog een keertje doet. Dat is waarom je bent blijven zitten. Dacht jij nou echt dat je het hele jaar niks kon gaan zitten doen? Nee, maar voor scheikunde, nee. Wat doet u? Ja, happelee, ik ben er klaar mee. Doe normaal, man. Vanaf nu begin jij gewoon op nul, net als iedereen. Vanaf nu ga ik niet meer naar je stomme les toe. Ik vind dit echt niet grappig, hè? Ik vind het ongelooflijk respectloos. Nou, ik vind het respectloos dat u mijn schriftje weggooit. Ik ga echt niet mijn huiswerk voor de tweede keer maken, hoor. Dan kan je het huiswerk gaan maken onder mijn toezicht, ja? Na schooltijd, strakjes. Want als het niet af is, dan mag je niet naar huis. Dag, Soraya. Oh. Wat is dit? Wat heb je in vredesnaam gedaan? Ja, ik heb de ramen even een opfrisbeurt gegeven. Ja, maar hoezo? Waarom heb je dat in godsnaam gedaan? Heel volwassen dit, heel volwassen. Ja, klopt. Jij hebt echt een ontzettend groot probleem, weet je dat? Echt een ontzettend groot probleem. Heb jij dit gedaan? Ja. Dat denk jij wel niet. Hé, hey, hallo, kijk me eens aan, joh. Denk je dat het hier een vrije school is of zo? Hè? Dat je maar lekker kan doen wat je wil? Schoonmaken. Ja, ik denk dat het lastig gaat. Het is namelijk verf. Ja, het liefst had ik dat kind bij de nekvel gepakt en zo de school uitgesodemieterd. Na het laatste uur melden de twee zich, zoals afgesproken, bij de jongen. Dan meteen de wc schoonmaken, wastafels even meenemen. Mevrouw, mag ik nog even wat zeggen? Want wat wij van plan zijn is namelijk heel grappig. Als ik durf, tenminste. Als ik durf, tenminste? Ja. Nou, laat maar zien dan. Maar oh wee, als ik het niet hilarisch vind, of als het gewoon stom is, of als het een smoes is om onder je straf vandaan te komen, dan krijg je alsnog een straf. Ja. Dubbel. Ja, mevrouw Jong. Oh. Daar staat ze wel. Oh, dat wil nog. Ja. Tuurlijk hou ik heus wel van een beetje lol, hè? En een beetje komische lachhumor om te lachen. 3, 2, 1... Yes, top. Dankjewel. Nou, die ga ik in elkaar monteren. Nou. En dan was het weer, mevrouw. Oh, dan was het. Ja. Vond je het leuk? Ja, prima. Ja. Nice. Ik wil het wel hebben, dat filmpje. Ja, dat komt in orde. Komt goed. En mijn kleren wil ik terug. Ja, ik kan me zo omkleden. Ik heb het nog nooit zo vrolijk gezien. Superleuk toch? De volgende dag heeft Liz het weer voor elkaar gekregen om haar huiswerk niet af te hebben. Dus moet ze zich wederom in de pauze melden bij de jong. Hoe gaat het met jou? Er is niks hoor, dus als ik gewoon aan mijn huiswerk mag. Ik heb het idee dat jij best wel graag je pauzes hier in dit conciergehok doorbrengt. Dat er weer voor iets belachelijks. Misschien omdat je gepest wordt? Het is niet echt pesten, maar ze maken gewoon grapjes over iets stoms wat ik een tijdje geleden heb gedaan. Misschien vind ik het inderdaad wel fijner om mijn pauzes in mijn eentje door te brengen. Ja, maar het is toch niet de keuze tussen in je eentje of met die gemene meiden? Nou, ze zijn wel populair. Iedereen wil de pauze met hun doorbrengen. Dus jij wil met die meiden omgaan omdat de rest van de school ze heel wat vindt? Je moet met mensen omgaan omdat je ze leuk vindt, hè? Toch niet om de status die ze hebben hier op school? Er zitten best wel heel veel leuke kinderen hier op school, weet je dat? Het zal je nog verbazen hoe gezellig het kan zijn in de pauze. Weet je wat ik altijd al wel eens zou willen? Met jou een beetje rotzooi op die trap. Timo en ik maakten een tijdje geleden foto's van leraren. En daar zetten we dan grappige teksten bij. Nou ja, de leraren vonden dat niet zo grappig. Maar ja, Timo en ik wel. Dus dat laat zien dat we echt dezelfde humor hebben. Mevrouw, ik geloof dat iemand boven heeft gekotst op de tweede verdieping. Alsof ik niks beters te doen heb. Oh, tof. Cool, oké. Okay, vergeet niet uit te loggen uit de mail, ja? Nee, dat wilde ik net niet. Oh. Oh, nee. Zo! Jullie hebben het er maar druk mee, hè? Deze lag nog onder het kopieerapparaat, meisje. En er lag geen kots, hoor.
bij de wc's op de tweede verdieping. Die wc'tjes waren brandschoon. Nou, tenminste brandschoon, maar er was niet gekotst in ieder geval. Meteen meekomen. Nu, hup. Hallo? Hey, Alroy Gyro. Ik dacht dat ik Soraya aan het bellen was. Waar kom jij nou bij vandaan? Dat videobellen is ook helemaal niks voor mij. We doen het vandaag even zonder beeld, want mijn camera is stuk. Even denken hoor. Gaat het goed, ja? Ja. Oh, er wordt gebeld. Ik moet even de deur open doen. Nee. Ik voel me echt niet zo lekker. Je zou toch geen corona hebben? Ach, jeetje, nee toch. En dat mondeling Engels, joh, maak je daar alsjeblieft niet druk over. Dat doen we gewoon een andere keer. Dat komt wel goed. Ik heb de wil net beet genomen. Kijk, oh, ik had een mondeling Engels, maar ik had het niet geleerd. Weet je. Dus ik dacht, ik zeg wel eventjes dat ik ja... Milan. Ja, stop maar met je stomme geroest van je. Ik was zo bezorgd dat ik niet eens kon bedenken dat het misschien wel niet waar zou zijn. Met corona spotten, dat doe je toch niet, Milan? Morgenochtend om 7:45 heb jij mondeling Engels extra lang. Streepje, man. Yes. Ja, is je af? Ja. Wat is dit? Oh, dat is een tatoeage. Ja, dat zie ik ook. Maar waarom zit dat in jouw nek? Heb je wel nagedacht? Hè? Hoe denk je dat mensen nu naar je zullen kijken met zo'n vlek in je nek? Ja, het is niet echt, meneer. Kijk, het is maar een tekening. Het was maar een geintje. Rotgeintje. Ik vind meneer Vollmers een hele aardige man. Gefeliciteerd, Vollmers. Vollmers is morgen jarig. En omdat ik best wel blij ben met mijn pleegzin, wil ik iets leuks als verjaardag doen. Ik ben de beste rechter die we ons kunnen toewensen. Shit. Het is gewoon echt, ja, het is gewoon echt vet geworden. Heb je trouwens een USB-stick voor me? Ja, ja. Even kijken of ik hem kan vinden, hoor. Yes, dankjewel, man. Alsjeblieft. Een dag later is het zover. Vollmers is jarig. Hey. Farid kan niet wachten om zijn filmpje aan hem te laten zien. Ik had ook nog iets kleins. Mooi doosje. Nu is beestik. Ja, Vollmers, ja, legt niet echt lekker uit. Het is niet echt een topgozer qua leraren. Zelf vind ik hem niet echt leuk als leraar, want hij kan ook niet echt goed met kinderen om. Maar hey, als toch gefeliciteerd, weet je. Ik ben hier behoorlijk teleurgesteld over. Het is wel duidelijk wie erachter zit. Had Milan me zo erg? Vorige week heeft Gyro tijdens de CKV-les van Bram het idee geopperd van een talentenjacht die morgen zal worden gehouden. Gyro gaat een dans doen en is al een paar dagen keihard aan het oefenen. Hey, Gyro. Hey, goed aan het oefenen. Ja. Jij bent echt het paradepaardje van de talentenjacht. De talentenjacht is echt belangrijk voor mij en mijn positie hier op school. Misschien mag ik dadelijk wel terugkeren naar mijn stage. Maar dan als een echt docent. Ik was net voor de laatste keer mijn dans aan het doornemen. Dit was ik alles vergeten. Ja, wat nou als het ook gebeurt als ik op het podium sta? Dan verpest ik het niet alleen voor mezelf, maar ook voor Bram. Voor de ogen van Vollmers. Ik ga hier maar dansen. Ja, straks vergeet ik nog iets en dan zet ik mezelf en jou verschut. Als ik niet ga dansen, is er ook geen afgang. Maar natuurlijk gebeurt dat niet. Ik weet toch dat je het kan? Ik heb het zelf gezien. Wat is er aan de hand? Dit is allemaal jouw schuld, hè? Ik zei al dat ik niet meer wilde dansen, maar jij dwong me toch om te gaan. Ik wilde je gewoon helpen, hè? Ik wist niet dat je zoveel faalangst had dat je zou gaan dichtklappen. Ik heb helemaal geen faalangst, waar slaat het op? Met je, dit moet perfect gaan voor Vollmers. Je bent mijn paradepaardje. Ja, maar hey, zo bedoelde ik het helemaal niet. Weet je wat nu toe nadat is om zo onder druk gezet te worden? Nou, blijkbaar niet, hè, Bram? Je hebt talent en dat mag gezien worden. Nou, heel leuk geholpen, Bram. Ik haat je. Ik wil je nooit meer zien. Ik hoop echt dat je wordt ontslagen. Ha, Gyro, kom even terug. We kunnen het toch gewoon even overleggen.